vorige keer in Henkie zijn leven. Leven, leven, leven. Abonneer! Die agenten zeggen dat wij een winkel overval gestart zijn. Gerard, nee! Oh, Gerard. Ik ga de andere kant op! Ah, ik kan niet meer normaal ademen nu. Wacht even. Mijn auto is in weg! Wat? Gerard, daar ging die kant op. Mijn auto is gestolen. Hoera! Nee, dat is geen hoera! Nee! Nee! Geen hoera waard. Oh, Gerard? Gerard, stop nou! Ik ga weer naar beneden hoor! Gerard, blijf nou hier! Oh. Gerard, Toos is aan het vechten hier met mensen! Gerard gaat! Oh! Ja, oh! Je moet alles betalen! Oh, Toos, wat heb je gedaan? Maar... hij is dood, volgens mij! Kom, Gerard! Hij klimt uit de buggy! Wat is hier gebeurd? Ja, weet ik niet! Maar is hier een man dood op straat? Ja, Gerard is hier in de put, maar hij komt af! Hij komt af en toe nog boven. Laat hem maar gaan. Gerard is helaas verloren gegaan. Gerard is helaas ten einde. Is hij serieus naar die put naar binnen gegaan? Ja, misschien dat hij hier beneden is. In de garage. Kijk eens in de garage. Ik moet naar de ziekenhuis. Mijn auto! Nee, dat is belangrijker dan Gerard rechts. Dat is veel belangrijker dan Gerard. Oh, dat is toch veel belangrijker dan Gerard. Daar heb je mijn auto. Ja. Ja. Oh, kijk. Hij rookt een beetje. Nee, joh. Helemaal niet. Oh, jawel. Hij rookt inderdaad. Hij is kapot, Gerard. Nee, joh. Kijk maar. Let maar op. Hij is kapot. Echt even naar het ziekenhuis. Ik wil even een tipje geven, Henkie. Er wordt net op Vlogpark wordt er gezegd dat jullie die auto hebben gestolen. En de politie is nu naar jullie op zoek. Uh-oh. Deze auto. Ja, de wacht, meneer met de rode auto. Wil jij omruilen met de mooie roze auto? Roos. Ja, wil je omruilen? Ja. Dan mag jij in die rij rijden, wij ineens. Als ik in die auto mag... Oh, top. We hebben een nieuwe auto. Van wie is deze auto? Van de man naast me. Oh, kom, we gaan kijken of we Gerard kunnen vinden. Mag ik eerst even naar het ziekenhuis? Dat is goed. Ja, dan wordt gezocht naar een roze auto. En nu staat hij daar. En nu staat hij daar. Ja, ik moet de hele tijd al naar het ziekenhuis. We moeten mijn katheter vervangen. Ben jij een kateter? Gadverdamme. Ja. Waarom zou je katten eten? Nee, ik eet geen kat. Ik heb een katten. Wat? Wat? Hey, Gerard's auto! Ja! De verderop. Eventjes naar binnen, jongens. Hey, doen we weer een autowissel van de vier. Even mijn katheter wisselen. Ja. Ah ja, ik ben weer lekker naar boven gekropen hoor. Ik kom jullie maar weer ophalen. Dat ja, we komen eraan, oké? Okay? Meneer. Meneer, mag ik wat vragen? Wilt u ons vervoeren? Mij, is ons? Mij en een oude opa. Vooruit dan. Je bent de topper, dankjewel. Dankjewel meneer voor het afzetten, maar we moeten wegens dringende zaken moeten in een andere auto stappen. Oh ja, geen probleem. Toos, kom, we hebben nieuw vervoer. We moeten in de koffer blijven. Oké, ik ga in de kofferbak. Hier, ik lig in de kofferbak. Ga maar hoor. Ik moet naar de kledingwinkel. Ik heb gehoord van... Oh, waar gaan jullie heen? Jullie gaan zonder mij. Hé, hey, nee. Oh, oh, wat gebeurt er nou? Nee. Ik heb wel eindelijk rust. Dat is wel fijn. Hé, hey, oh, nee. De rust. Hé, hey, oh. Help. Dit is niet leuk, niet lachen. Toos, je moet me helpen. Oh, ik ben er. Nee. Toos, help. Oh, ik kan toch hier niks aan doen. Hoe moet ik dit nou oplossen? Oh, ik struikel. Oké, wacht, komt-ie. Toos, als ik ben, moet ik hem snel om hulp roepen. Toos, help me, je moet me helpen, Toos. Hey, Toos. Waarom lacht hij me nou uit? Ik heb wel zo mooi kijken naar alles. Dit is wel leuk. Hey. Ja, we zijn er. We zijn er weer. Oh, dit is top. Doei. Nee, dat is goed. We leven weer. Wie heeft me gered? Ik heb tranen in mijn. Dankjewel, meneer. Je bent echt een topper. Dat is je probleem. We nemen wel eigen vervoer, denk ik nu. Ik denk dat dat... Ik heb een hele mooie auto. Dankjewel. Nou, meneer, dank u wel voor de hulp. Dat is geen probleem. Ik waardeer het enorm. Dankjewel. Nou, dag meneer. Tot de volgende keer. Ah, wat was dit, zeg. Oh, mijn massa munda. Nou, laten we maar instappen. Henkie. Ja, had jij er ook last van net, Gerard? Nee, nou. Ik weet niet waar je het over hebt. Je kan wel mooi de stad van onder zien of zo. Jongens, het hele korps is op zoek naar mij, denk ik. Ja, daarom gaan we ook nu naar Blokkenpark, hoor. Ga je jezelf aangeven? Nee, Gerard, ik wil... Nee, echt niet, Gerard. Toos, ga anders liggen. Ja, is goed. Ja, Toos, ga liggen. Ga liggen en dan zien ze je niet. Zo, dan zien ze je niet. Oh, Toos, dat vind ik wel... Welkom op mijn schoot. Oké, Toos, is je niet. Zou ik je lekker over je hoofd kriebelen? Ja, doe dat. Is wel lekker warm, of niet? Ah, nou, we zijn er, hoor. Ik ben stil. Stil zijn, Toos. Kijk, ik ben Spiderman. Wat? Hoe doe je dat? Waar ga je heen? Hallo. Oh!
Je bent echt Spider-Man. Springen dan. Fakka met deze jongens, fakka. Geen! Oké, we gaan je weg. Je zit iemand binnen. Oh, je zit inderdaad iemand achterin. Ja, hij moet even weg. Nee, Toast die moet even weg. Er staat een of andere astronaut op ons dak. Ja, die doen we even naar de ruimte. Ja, die sturen we naar de ruimte. Hoppakee. Maar Toast. Horen jullie ook een lama schijten, jongens? Jij hebt mij neergeslagen. Waarschijnlijk terecht. Ja, nee. En wat wil je nu doen? Wil je het uitvechten? Ja. Ja, oké. Okay. Met de vuist. Met de vuist. Oké, ze drieën tegen één. Nee, ik heb een idee waar jullie dit uit kunnen vechten. Bovenop garage, gewoon. Ja, dit gaat een mooi gevecht worden. Nee, ik heb geen zin, dus ik doe niet mee. Toos, je doet mee. Nee, ik doe niet mee. Toos, kijk maar eens even aan. Toos, ik zet geld op je in. Ja, ik ook. Ik moet wel winnen van die ouwe. Toos, dit komt goed. Vertrouw me. Komt goed, Toos. Jullie gaan vals spelen, heb ik het gevoel. Nee, we gaan niet vals spelen. Oké, met de hand gaan jullie dit uitvechten. Dit kunnen jullie. Ja. Ik heb een leuk platform waar jullie kunnen vechten. Daarbovenop. Ja, en dan maar, kunnen wij als toeschouwers daar buiten staan? Toos, wat doe je? Toos, je rug. Ik help jou af. Kom maar. Komt ie. 1, 2. Ja! Is goed zo. Hoppakee. Oké, geef je pas op met daar lopen. Daar val je doorheen. Oh. Ga op het platform deze dood staan. Alle twee. Dan ga je niet uitvechten. Wow! Ga maar. Jullie kunnen het. Ja! Pak hem, Toos. Pak hem, Toos. Je kan het, Toos. Ik geloof in je, Toos. Ja, ik ook. Dit kan je. Dit kan je. Jullie moeten elkaar wel slaan. Goed zo. Pak hem, Toos. Ja! Je hebt hem, Toos. Ja! Nee! Nou, daar zijn we ook weer vanaf. Nou, toppie. Ik vond Toos helemaal niet zo fijn. Oh, Henkie, jeetje. Ik maak dat zo leuk. Ik heb hem gebroken. Daar zijn we ook weer vanaf, Gerard. Dat gaan we nu met z'n tweeën doen. Ze zijn allebei naar Toos, nee. Of Henkie? Ja? Nu gaan wij tegen elkaar. Oké, nu gaan wij tegen elkaar. Oké, als jij op het randje gaat staan, dan weet ik een leuk idee. Kijk, dan gaan we vechten. Hoe ver kan ik? Nog iets verder. Nog iets verder. En nog iets verder. Zo. Doei! Nou, probleem opgelost. En zijn we nu weer rustig. Kunnen we nu weer rustig ons leven voortzetten. Ha, wat een rust heb je ineens in je leven, zeg, zonder twee van die opa's. Wat fijn! Nou, moet je nou zien, de ambulance is al ter plaatse voor de drie slachtoffers. Ik zal jou eens even stabiel neer gaan leggen. Goeiedag, meneer. Geen idee hoe deze drie naar beneden zijn gevallen. Ik ben gestruikeld over die prullenbak. Ik zag het. Ik heb beschaafd op mijn knie. En die man ook. Ze waren ruzie, dus althans niet echt ruzie. Het was een vriendschappelijk stoeipartijtje. En toen struikelden ze naar beneden, alle drie. Nee. Ja, we gaan eerst even de omgeving veilig houden. Ja, dat snap ik. Ik ga weer op de stoep staan. Alles goed met jou? Ja, best wel, met jou. Ja, gaat goed. Ja, je ziet er goed uit. Henkie. Ja? Ik krijg er een parasol bij. Je krijgt een parasol? Ja. Wat lekker. Hé, maar Henkie, ik heb wel gewonnen. Wat heb je gewonnen? Daarboven. Heb je die garage gewonnen? Ja. Wow. Hoe is mijn kip? Ja, ik heb pijn aan mijn voet. Hoe kan dat? Ik denk dat hij gebroken is. Wat is gebroken? Mijn voet! Wat is er met je voet? Oh, ik word hier zo moe van. Van je voet? Ja, van mijn voet, ja. Nou, dan moet je wat aan je voet doen. Ja, ja. Dat is Gerard. Gerard ook, ja. Gerard, word je ook zo moe van je voet? Ja. Hoe is het met je? Nou, wat denk je? Wat? Wat denk je? Dat je moeie voet hebt. Nee, kijk eens omhoog. Ja. Zie je die hoogte? Die heeft Toos gewonnen. Ja. Ja, maar ik ben er ook afgevlogen. Van wat hij gewonnen heeft? Ja. En nu heb je ook een moeie voet. Ja. Nou, dan gaan we even langs Blokkenpark. Je moet nog even mee voor een foto. Ga je dat in deze auto doen of film het mee? Oh, nee. Toos, wat doe je, Toos? Even luisteren naar de motor. Heeft hij drugs op of zo? Nee, dit is gewoon Toos' persoonlijkheid. Toos lijkt alsof hij drugs op heeft. Toos, klik die motorkap goed. Klik. Toos, hallo. Daar zit iemand in de prullenbak. Zullen we jou eventjes, even recht zetten? Ik doe ze rug maar even recht. Toos, kom hier. Toos, kom hier. De kans dat er nu een breuk is, is zeg maar 1 op behoorlijk veel. Tot de macht 6. Schaalverrichter. Dat is wel heel goed berekend van u, meneer. Hoe ga je naar het ziekenhuis komen? Ga je dat met die auto? Ga je met mijn auto mee? Als ik maar ga in jouw auto, ga ik met jou mee. Nee, Toos, ik breng je wel. Jij moet gewoon even een foto dan maar. Dus hoef ik, heb je geen telefoon bij u dan? Nee, ja, dat een röntgenfoto, Gerard. Die keek zeg maar door het lichaam heen. Allemaal botten en zo. Allemaal. Maar wat heb je dan aan de foto als je er doorheen kijkt? Ja, dat is toch niet eerlijk? Het ziekenhuis deze kant op. Jongens, ik ga nooit meer boksen. Hoezo niet? High fives voortaan dan? Ja. Yeah. Oké. Okay. Stront. Ik moet wel zeggen, deze stoelen van deze auto zitten niet lekker. Hoezo niet? Ik krijg er last van mijn rug van. Toos, wat doe je nou? Ja, die stoelen zitten niet lekker. Hoera.
Hoera. Hé, heb jij hem weer? Meneer gaat het denk je. Meneer, waarom heb je zo... jullie lift hebben? Nee, wij wachten op een ambulanceman. Kan ik jullie nog ergens mee helpen, heren? Ja, ik moet naar de puntafdeling. Henk, hier wil je mijn hand vasthouden, ik durf niet. Nee, die houdt Gerard al vast. Nou, ik Gerard's hand vast. Oh ja, dat is goed. Op slot. Ja, we moeten even wachten op die ambulanceman. Henk, hij is dicht. Ja, hier heb ik verstand van. Kom maar, wacht, we moeten gewoon wachten. Wacht, hoe lang? Tot de röntgenman foto weg is. Deur. Hoi. Joehoe. We moeten wachten op die man, niet op de deur. Kunnen we naar de andere kamer hiernaast? Ja, die ga ik nu openen. Top. Deurtje. Gerard, die man die komt toch nu? Deur. Hier. Rustig aan, heren. Je moet gewoon heel hard roepen tegen de deur. Auw, en dan werkt het. Hey, ja, Toos. Toos, je moet wel blijven zitten. Dan moet ik die scanner weer opnieuw instellen. Wat zeg je? Ik maak foto's, ja. Toos. Dat is goed. Henkie, mag ik lachen? Je mag wel lachen, hoor. Ik maak heel veel foto's van je, Toos. Die man zegt dat er niet meer te redden is, dat je zometeen wordt afgespoten. Henkie! Stap in! Je hebt geen rijbewijs. Dat is niet waar. Stap in. Ja, goed zo. We hebben zo, Toos. Toos is achter ons, Toos is achter ons. Oké, nu moeten we alleen Toos nog hebben. Kijk, hij blijft bij Toos. En je auto, Gerard. Wat? Oké, wacht. Nu moeten we alleen Toos nog redden. Kijk, hij moet wegrennen van hem. Als je gewoon de auto nu naar links draait, dan stap hij Toos in. Toos, stap in. Ja. Toos, stap in. Toos, stap in. Stap in, Toos. Ja. We hebben de auto gestolen. Oh, jongens, ik moest rennen met dat gips. Nou, waarom ren je dan ook? Ik heb loopgips. Je hebt loopgips, toch? Ja, maar het is loopgips, ja, Toos. Het heet geen remgips. We hebben de auto gestolen. Henkie, kunnen we weer naar Blokkenpark? Want ik ben wel weer moe. Ik weet een leuk trucje. Nou? Kijk eens die kant. Nou is niet zo snel. Kijk eens die kant op. Oké, ik kijk die kant op. En dan naar achteren. En één keer draaien. Wow! En dan weer terug. En nu weer aan! Ja, ze hebben geen regel. En nu uit. Zo. En nu aan! Wow! Hey, wat is dit? Wat is dit nou hier? Ja, deze auto. Hé, hey, rij maar naar de... Ja, maar ik zou niet de dingen zien gaan. Niet op. Oh, nou, doe jongens. De kofferbak in. Nee, dat doe ik niet. Dat kan niet. Ik zie jullie. Nee, dat kan niet. Ik ga naar de garage hieronder. Stoppen nu! Stoppen! Gerard, wat doe je nou? Ja, hij redt er niet. Handen omhoog! Handen omhoog! High five! Oh, oké. High five! Lekker fietsen, Gerard, Henkie. Wat zijn jullie nou aan het doen? Wacht op jou. Hoezo? Ja, gewoon. Oh, daar ga ik wel tussen staan. We gaan even heel goed nadenken. Okay, of in de natuur, de vogeltjes en vooral de mieren. Vooral de mieren. En de krekels. De krekels, niet te vergeten. Wat? Toos, nu vergeet je de paardenbloemen. Sorry. En de zonnebloempietjes. Kom er ook bij staan. Nee, jij moet weg. Nee, dat en heel gauw. Nou, maar wat wilden jullie zeggen? Goedemiddag. Oh, jij weer! Ja! Oh. Mijn auto. Die staat hier. Ja, kapot. Ja, maar ga je met die knuppel doen? Dus je mag jullie niet slaan. Pak hem, Toos. Hey! Oh. Nee! Hier! Nee! Hier! Ah. Op je kop! Help! Hier! Daar krijg je ervan, meneer. Moet je weer naar het ziekenhuis voor de 100e keer vandaag. Kom, we pakken zijn auto, jongens. Jongen, we pakken zijn auto in. Auto, alsjeblieft niet. Kijk, mijn baard. Je baard groeit echt heel erg. Hé. Oh, wacht, kom. Oké. Volgende auto. Nou, wat wilden jullie zeggen? Abonneer, reageer, aardappels en bruin. Fietsen zijn geel. Dit was het weer. En Henkie kijkt scheel. Doei. Dat is niet waar, ik kijk helemaal niet scheel. Ja, dat maakt niet uit. Doei.